De puzzelaars kwamen vanuit heel Noord-Holland naar Hoofddorp om mee te werken aan 's werelds grootste puzzel. Zelfs mensen uit Hoorn kwamen langs om de junglepuzzel op te lossen. Omdat ik me verveelde thuis in de vakantie en ik had niks te doen, dacht ik, ga hier naartoe om lekker te puzzelen. Heerlijk uren bezig zijn, nergens aan hoeven te denken. Gewoon ontspanning, stukjes pakken en passen en erin leggen. Ligt u nog 's nachts te denken van, oh, daar is dat stukje? Ja, stukje, dit stukje, dat zei ik niet te vinden. En dan, eindelijk, na ruim 7 maanden noeste arbeid, kon het laatste puzzelstukje gelegd worden. En hoewel 's werelds grootste puzzel af lijkt, valt er ineens een gat op. Het 33.600ste stukje ontbreekt. Het bestaat echt. Het stukje is ontbrekend. Maar, waar is het? Geen idee. Waar heeft u allemaal gezocht? Ik ben begonnen met de vuilniszak nakijken. Maar die worden dagelijks gelegd, dus daar ligt hij sowieso niet in. Ik heb de stofzuigerzak helemaal nagekeken. Die zat erg vol, maar soms... Ik heb de legpuzzelkast helemaal binnenstebuiten gekeerd, die in de vergaderruimte staat. Legt die ook niet, hij is gewoon echt weg. Er is toch een oplossing gevonden. Het laatste kwijtgeraakte puzzelstukje wordt nu besteld bij de leverancier. En dan kan de puzzel alsnog worden afgemaakt.